Je kunt nog 50 jaar getrouwd zijn met dezelfde man. Wat een spijt heb je dan, oh wat een spijt heb je dan. Met die ene langs bed plaat moet je heel je leven toe. Elke dag dezelfde deuk, je wordt het moe. Ik kom aan om te lezen met een happy end, maar dat was op bladzij 1 al bekend. Een heel vak dat je te ver moet om je dorst te lessen, maar je wil wel eens een keer om je bessen. Sta je niet blind op die ene, 10 aan alcohol, eet en leer niet al je vorm voor die ene klant. Je kunt nog veranderen, er zijn zoveel anderen, er zijn zoveel leukere, kleinere of grotere, er zijn zoveel aardige, waarmee het best wel moeten, niet altijd dezelfde, niet elke dag weer. Neem een instant vriendje, neem een oplos vriendje, neem een weggooi vriendje, voor een keer. Koop geen 60 kilo boter, ook al krijg je de kans. Neem geen man voor het hele leven, dat wordt trans. Koop geen 100 kilo peren, ook al zijn ze voordelig. Neem geen man voor het hele leven, dat wordt menig. Een heel vak in je diepvries, en het is je eigen schuld. Elke dag van je leven zure zult. Sta je niet blind tot die ene als er zoveel anderen zijn. En verschiet niet al je kruid aan één tonkonijn. Je kunt nog veranderen, neem ook eens een andere. Er zijn zoveel leukere, oudere of jongere. Je hoeft in een bakkerswinkel. Neem een instant vriendje, neem een oplos vriendje, neem een weggooi vriendje, voor een week. Je kunt nog 50 jaar getrouwd zijn met dezelfde vent, totdat je dan beu van bent, zat van bent, kots van bent. Je kunt nog veranderen, neem ook eens een andere, er zijn zoveel vrienden. Die jeugd van vandaag, mevrouw. Hè? In wezen is er niet zoveel verschil. Als ze maar uit een goed nest komen, dan komt het allemaal goed, mevrouw. Ik hoop met u hopen. Dag, mevrouw. Zo voldoet het. Ze heeft een beetje te veel zo gedaan. Maar ze krijgt ons zoontje wel thuis. Die avond kwam ik thuis in ons keldertje en daar zat ze, ja. Met Bert. Ja, nee, dat spiekertje daar. Daar boven. Achter waar die drinken staan. Oké, dat is goed. Oh, hé, hallo. Oh, daar. Oh, nou, hallo. Als je dan daar die hoe was de knip, Les? Oh, heel leuk, dank je. Nee, maar wat ik zeg wel, hij zet er nog een paar tafeltjes neer en wat stoeltjes. En dan schenken we goedkope wijn in een karaf. En dan noemen we het de Moonshine Kelder. Wie we? Nou, het was haar idee, maar we kunnen het ook wel met z'n drieën doen, hoor. En een beetje muziek maken, want ze kan heel leuk zingen. En een vergunning heb je niet nodig als je het maar besloten houdt. En dan is het overdag museum en s'avonds hartstikke idee. Mini Moonshine Kelder. Hoe vind je het, Frans? Mooi, je doet me lang. Nou ja, geestdrifter is die toch altijd, hè? Vind je het geen goed plan, dan? Zeg ik toch, je doet me lang. Nou ja, niet op letten met jij. Nee, hè?
Zeg, Frans, moest jij niet naar Duivendrecht? Ik? Ik ben... Ja, jij moest naar Duivendrecht, ja. Dan wordt hij helemaal van de schizofrenica. Zeg, wat hebben jullie toch altijd in Duivendrecht? Oh, dan moeten we Amsterbeurten heen. Vanwege de huurbelasting van het Doveninstituut. Hè? Ja, dat is zoals jij weet in Duivendrecht en vandaag is het zijn beurt. Nou, waarom gaan jullie dan toch niet samen naar Duivendrecht? Want ik moet nu toch naar de knipples. Nee, mijn vader staat te wachten, ik moet echt weg. Hier, je petje. Oh, en vergeet niet wat we afgesproken hebben, hè. Nee. Ja. Ja. Goeie ideeën heeft ze, hè? Dat van die Mozartkelder is echt goed. Nou, ik doe niet mee. Overdag museum en dan s'avonds hartstikke idee. Ik ben ziek van Beethoven en van zijn buste. En van zijn neef die een nicht was. Ja, wat is er nou? Wat heb je nou? Had mama heel lang mijn strot uit. Oh, heb jij de pest in omdat ik met haar een beetje... Nou, zeg, had dat dan gezegd? Anders ben je toch ook niet zo particulier? Ik ben ook niet zo particulier, je gaat je gang maar. Nou, zo nodig of... Oh, zo nodig hoef ik helemaal niet, integendeel. Ik ben opgelucht. Nou, waarom blijf je dan doorzien? En dat toeristentuig, het is hier geen museum. Hinaus! Het heet Heraus. Heraus, Hinaus! Wie zien zoe? Wie zien dicht? Zeug. En dat bordje gaat er ook af. Zeg, wacht jij eens even. Van wie is die kelder? Van jou of van mij? Van allebei en ik sluit het Beethovenhuis. Wel, verdomme, is het mijn soeterein, ja of nee? En de hele idee, en de hele investering, en de hele inbreng, en de overhead, en hier, de buste. Hè, waar waren wij nou zonder de buste? Ach, vast, dan is de buste en je overhead en je alles. Hé, wat ga je nou doen? Hé, hey, je gaat toch niet weg? Jullie is hier belachelijk. Hé, luister nou even, hè. Hey, dat is weer zo'n agressieve rotbui van je, weet je wel. Gaat na een uurtje over, weet je wel. Hé, hey, Jezus, doe toch niet zo planmatig gekwetst? Ga toch naar Duivendrecht? Ga door naar Duivendrecht wanneer je maar wilt. Zeg, waar ga je nou naartoe? Naar Duivendrecht voorgoed! Hé, hey, je neemt mijn overhemd mee en daar mijn washandje! Daar! Mooi zo, het is alles. Hij is weg uit de kelder. Hij huurt een kamer. Ik zei toch, ik hoef alleen maar even zo te doen. Precies wat ik wou, hij is jaloers. Dood gewoon jaloers. Oh nee! Ja, hij staat al bij de telefoon te aarzelen. En zij loopt bij de telefoon te wachten.